Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 41 in Spanje. Het gaat al lekker snel. Heb jij aflevering 40 in Nederland gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan recht gewoon het i'tje, klik erop en dan zij die aflevering verschijnen natuurlijk. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Spanje natuurlijk. Daar zijn we dan in Spanje. De kwalificatie gaat dus van start. Op een circuit die ik heel goed ken. Terwijl Max Verstappen een 1.15.6 laat noteren. Diezelfde Verstappen won in 2016 zijn eerste grote prijs ooit in de Formule 1. Mooi moment, maar dat is dus van vroeger. We zitten nu in 2021 alweer. En we hebben een eigen team opgesteld. Het is daar geel in sector 3. Volgens mij zit daar een McLaren heel traag aan het rijden. Terwijl we een P3 laten noteren. Dat is inmiddels een P5 geworden, dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Momentje op die curbstone, maar we zijn de auto gelukkig niet kwijt. Dat is goed om te zien. En dus kunnen we ons gaan focussen op de rest van het rondje. P3 inmiddels op 2/10 van Carlos Sainz en Russell naar P2. Uitslag van Q1, Bottas naar P1. Vettel niet door naar Q2. Interessant, interessant. Had ik niet verwacht. En Russell pakt ons voor P3. Maar het geeft niks, want het was toen nog Q1. We zijn nu inmiddels aanbeland bij Q2. En kijken wat dit rondje ons gaat opleveren. Componenten zien er wat aan de beschadigende kant uit, maar ze zijn nog heel. Dus dat is alleen maar goed. Misschien moeten we de volgende wedstrijd in Canada. Ze gaan het vervangen, ja of nee. Een hele grote blokkade. Wat zeg ik nou weer? Een blokkerend wiel. En daardoor moesten wij die bocht afsnijden. Pakken wel P1 met een 1.14.6. Maar Hamilton duikt onderdoor met een 10e. En Bottas zit op 1.5. Dat is dus een 10e. Denk ik. Goed. Door naar Q3. Kijken wat dat ons gaat opbrengen. Hopelijk misschien de pole position. Maar die Mercedes'en zijn gewoon vele malen sneller dan ons. Ze staan ook voor in de research and development tak. Ja, boom is het eigenlijk, vind ik. Maar goed. Waar komen wij te staan? In deze eerste run van Q1. Sorry, van Q3. Ja, sorry, er rijdt net een motor langs. Dus... Ik ben even in de war. Ja, dat was dus niet de bedoeling, maar goed. P3 op dit moment. Jammer, maar helaas. We moeten er nog een keer voor gaan zitten. En kijken waar we staan zometeen. En dan maar hopen dat we misschien de pole position kunnen pakken. Track limits waarschuwing aan onze broek. Dat geeft helemaal niks. Weer een track limits waarschuwing. Sorry, weer een waarschuwing van de corner cutting. We staan op de pole position. We halen 15e van onze tijd eraf. Maar Hamilton, sorry, maar Bottas is 19.000 sneller gegaan. En Russell naar P3. Doet hij goed. Goed zo, George. Zo moeten we het dus zien. Hamilton doorverwezen naar P4. Maar wij missen de pole position op 19.000ste van een seconde. Jammer, maar helaas. We gaan ons opmaken voor de grootprijs van Spanje. We starten vanaf P2. En het regent. Dus dat wordt een leuke wedstrijd. We gaan het zien voor carrière aflevering 41 hier in Spanje.
Welcome along then to what promises to be another fascinating Spanish Grand Prix, a race which saw Max Verstappen win on his first ever appearance with the Red Bull team in 2016. This after the dramatic coming together of Lewis Hamilton and Nico Rosberg on the first lap. Will we see more moments for the scrapbook here today? It's 730 metres from pole position down to a slippery turn one here, the first of 16 corners around this 2.89 mile racetrack. The long, wide turn three and the uphill right-hander of turn nine can both be taken full throttle in the right conditions, but I doubt very much we'll be seeing any of that today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and the professor completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Hamilton, Max Verstappen, and Sainz, Gasly, Perez, Leclerc, and Esteban Ocon, Norris, Kvyat, Louis Delatraz, and Stroll, Matsushita, Albon. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Nicholas Latifi and Kevin Magnussen. Vettel, Grosjean, De Vries and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. That's it then. It's time to go racing as we head to trackside for today's... After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het doel moet dus zijn weer punten binnen sprokkelen voor het team. Dat gaan we dan ook doen vanaf de tweede plek op de grid voor carrière aflevering 41 hier in Spanje. De lampen gaan aan voor de grote prijs met Bottas op pole position, onszelf op P2 en we komen beter weg dan Valtteri Bottas. We hebben gelijk de leiding gepakt naar de run naar de eerste bocht toe. Dit is gewoon precies wat we moeten zien. En weer een grandioze start en Russell gewoon naar P3. Dat is goed, heeft Max Verstappen achter zich. En Hamilton heeft dus een plekje verloren bij de start. Hetzelfde geldt voor Valtteri Bottas. Dus dat is alleen maar goed om te zien. En het gat naar Bottas moeten we nu zo groot mogelijk zien te maken. Paars in sector 1. Nog niemand uitgevallen, nog niemand gecrashed en nog niemand gespind. Dat is goed om te zien. Russell dus naar P3. We hebben een momentje op de exit, maar dat is geen probleem. Want we vangen de auto gewoon mooi keurig op. Ronde nummer 3 en we zetten weer de snelste raceronde in met een 1.29.1. 4 seconden sneller dan onze beste vorige tijd die we hebben gereden. En Bottas is al zoek gereden, want hij heeft een gat van 1,2 seconden naar ons. Dat is alleen maar goed. Ronde nummer 4. En we zetten weer de snelste raceronde neer met een 1.28.384. Onderdelen zijn al wat beschadigd. Maar hiermee kunnen we denk ik de wedstrijd gewoon mee uitrijden. Ronde nummer 8 is het inmiddels. En het gat naar Valtteri Bottas is 2,1 seconde. En we zetten weer de snelste raceronde in met een 1.28.329. Dat is heel goed om te zien. En dit hebben we alleen maar nodig om onze voorsprong op Bottas verder en verder uit te breiden. Ronde nummer 13 is het. En we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. We gaan naar de intermediates, de regenbanden. Gat naar Valtteri Bottas is 23,1 seconden, want die is al eerder gestopt. Dus wij gaan een overcut proberen op Bottas, Russell, Verstappen en Lewis Hamilton. Ik denk dat we sowieso voor George Russell weer de baan opkomen. Maar met Valtteri Bottas wordt het nog enorm spannend en ik zie hem alleen maar inlopen. Dat is niet goed. De laatste sector van ons is helemaal slecht verlopen. En dan gaan we kijken waar het ons gaat opbrengen. Want we duiken naar binnen. We krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. Maar Bottas is nu bij sector 3.
En Bottas is nu bij de laatste chicane en gaat zo meteen richting start-finish. Waar komen wij terecht? Pitstop komt wat sneller, 3,1 seconden. Bottas komt nu het rechte stuk op. En we blijven ervoor. Mooi gedaan, van de leiding aan de leiding. Zo hoort het. In ronde nummer 14. Het gat is nu 1 seconde geworden. Maar we hebben wel nieuwere set banden op onze auto geschroefd. Dus dat is alleen maar mooi. Ronde nummer 15 is het. En we hebben paars in sector 1 genoteerd. Paars in sector 2 genoteerd. Ik ruik een snelste race ronde. Komt die er ook? Volgens mij wel. En die komt er met een 1.27.4.3.7. 18e sneller dan onze vorige beste tijd. Dat is goed om te zien. En Russell nog steeds op die P3. Dat is heel mooi. Het is daar geel. Heb ik te vroeg gejuicht? Het is daar geel. Ik heb te vroeg gejuicht. Ik heb te vroeg gejuicht. George Russell valt voor het eerst in seizoen 4 uit met een probleem. Hij leek weer naar een podium te kunnen gaan. Wat onze score gewoon volgens mij... Wat onze score tot nu toe een 100% score is. Dubbel podiums gepakt in elke wedstrijd van seizoen 4. Kan nu de prullenbak in. Want nu rijdt Max Verstappen op P3. En daar rijdt dus eerst George Russell. Jammer. Van George. Ja, dat krijg ik dus nu te horen van Jeff. Dat George Russell uitgevallen is. Zijn eerste uitvalbeurt van dit seizoen. Hij mist hierdoor ook zijn eerste podium van seizoen 4. En wij missen dus ook onze eerste dubbel podium van seizoen 4. Hoe gek is dat? Dat is heel gek. Maar goed, hoop op betere tijden voor de volgende aflevering. Dat is in Canada. Maar eerst de druk van Valtteri Bottas zien te weerstaan. Het is daar nog steeds geel, want Russell zijn auto is niet weggehaald. En Jeff waarschuwt ons vanwege de gele vlaggen die worden gezwaaid. Bottas mag hier ook niet aanvallen. Het is weer groen en Russell zijn auto is weggesleept of weggehaald. Dat is alleen maar goed, dus we kunnen weer racen. En twee ronden later, in ronde nummer 22... zit Bottas nog steeds te kijken voor de leiding in de wedstrijd. Alles onder controle tot nu toe. Dat is goed om te zien. Eén uitvaller dus. Zijn naam is dus George Russell, onze teamgenoot. En dus moeten wij nu de punten bij elkaar gaan sprokkelen. Want wij zijn als enigste overgebleven. Dus we moeten deze overwinning zien te pakken. En we gaan ronde nummer 23 alweer in. Nog 10 ronden te gaan. Elf ronden nog te gaan. Pitwindow opent volgende ronde. En Verstappen, Hamilton en Carlos Sainz zijn al naar binnen gedoken. Ook Bottas is naar binnen gedoken. En wij komen dus in ronde nummer 24 naar binnen. Waar gaat dat ons opbrengen? We hadden wel blauwe vlaggen, maar die auto's hebben we dus gepasseerd. Bottas komt nu richting het rechte stuk. 2,4, goede pitstop. Waar is Valtteri Bottas? Die is nu bij ons. Daar heb je Valtteri Bottas. En wie pakt de leiding? Wij pakken nog steeds de leiding. Maar het was heel krapjes. Maar alsnog geslaagd. Goed om te zien. In ronde nummer 25 van de wedstrijd. Er zijn nog 8 ronden te gaan.
Ronde nummer 26 is het. Het gat naar Bottas is 1,1 seconde. En we zetten een 1.27.180 neer. De snelste raceronde tot nu toe. We krijgen wel blauwe vlaggen. En dat is volgens mij voor een Ferrari of een Alfa Romeo. Het is een Alfa Romeo. En dat is Antonio Giovinazzi. De Italiaan wordt op een ronde gezet door ons. En het gat naar Bottas is 1,3 seconden. Dus we rijden weg van de Finn. En die heeft ook nu een achterblijven voor zich. Dus dat gaat hem wat tijd kosten. De volgende achterblijvers zijn onze landgenoten Nick de Vries. Sorry, er is maar één landgenoot voor ons. Nick de Vries. En dat is Romain Grosjean. Ik dacht even Kimi Räikkönen. Het is Romain Grosjean in zijn Haas. Het is daar geel in sector 2. Daar valt een Alfa Tauri stil. Dat is Pierre Gasly. Vraagteken, terwijl we Nick de Vries op een ronde mooi zetten. Pierre Gasly valt alweer uit. De Fransman heeft gewoon heel veel pech. Want in Australië en Bahrein viel hij ook uit. Ook Grosjean is op een ronde gezet, maar we hadden het dan even lastig. Maar goed, niks beschadigd. Even terug naar Gasly. Pierre Gasly viel in Australië uit. Hij viel in Bahrein uit. En nu dus ook in Spanje. Interessant. Dus in 3 van de 5 wedstrijden is hij uitgevallen. Dat is niet zo fijn. 20 races nog in het veld. En nog 3 ronden te gaan. Dat wou ik dus zeggen. Alleen ik versprak me eventjes. Ronde nummer 32. En we zetten de snelste race ronde nummer 1. 27-101. De volgende die we op een ronde gaan zetten. Is Kevin Magnussen. In ronde nummer 32. Nog 2 ronden te gaan in de wedstrijd. En Magnussen laat ons hier mooi voorbij. Dat doet hij heel goed. Dan rijdt Nicolas Latifi voor ons. En die is hier ook op een ronde gezet door ons. De volgende heet dan Sebastian Vettel. En daarvoor rijdt Nobuharu Matsushita. En Vettel gaat hier dan mooi aan de kant. Wel verrassend dat hij naar P15 is. Heel slecht resultaat. Voor een Ferrari coureur. En dan gaan we zo meteen de laatste raceronde alweer in. Matsushita wordt op een ronde gezet. Nu dus. We zijn er dus voorbij. En dan gaan we weer op P1 finishen. Dan winnen we alweer een grote prijs. Van seizoen 4. Goed gedaan. Jammer van George Russell. Dat hij niet naar het podium is gegaan. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Op naar de volgende wedstrijd in Canada. A nearly flawless performance here then, and a commanding victory. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? It's a heroic effort for any driver to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. See what effect
De uitslag van de grote prijs. Wij winnen dus weer een wedstrijd. We pakken ook een snelste race van de punt. Bottas naar P2. Hamilton naar P3. En Bottas krijgt driver of the day. Dat is grappig, want hij heeft juist zijn positie verloren, Anthony Davidson. Wat krijgen we nou? Ik moet driver of the day worden. Ikke. Russell dus uitgevallen en Gasly toch nog gefinished. Op 4 ronden dan. Oké. Klassement. 44 punten verschil naar Bottas. Russell naar P3, want Bottas heeft hem ingehaald. Maar wij leiden nog steeds het constructeurskampioenschap op 64 punten verschil van Mercedes. We zijn weer terug bij waar we altijd de video mee afsluiten. Dit was dus deze aflevering, mensen, van My Team Career Mode. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben je nieuw mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe video verschijnt. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Dit was het GNL, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Gaan we verder in Canada.